verder met een nieuwe dag. Nou ja, eigenlijk is het alweer bijna richting de avond. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We hebben het nou vanavond over Studio Hietmaat. Daar gaan we het over hebben. Want dat is komende zondag van 2 uur tot 4 uur. Ja, dan gaat er een soort livestream gebeuren. Ook op Radio Ideaal natuurlijk gaan we daar aandacht aan besteden. En ja, wie daar meer over weet te vertellen, die zitten allemaal hier in de studio. Nou heren, vertel eens even, wie heb ik hier achter de microfoon zitten? Ik ben Luc. Ik zit in de slagwerkgroep. Ja, ik ben 12 jaar. Als jeugdlid neem ik aan, hè? Huh? Als jeugdlid doe je mee met de slagwerkgroep. Ja. Ik ben Rins, ik ben 12 jaar en zit ook in de slagwerkgroep. Kijk, en naast mij zit iemand die iets ouder is dan 12 jaar. Ja, ik ben iets van 37 jaar. Ik ben Gilbert en ik ben de dirigent van de groep. Kijk aan, dus jullie gaan de zondag voor zorgen dat een mooi geheel gaat worden, neem ik aan. Zeker. Gilbert, kun jij even kort vertellen wat gaat er de komende zondag eigenlijk gebeuren bij jullie daar op de Hietmaat? Ja, we waren op zoek naar een concert. Maar ja, helaas kunnen we dat op het moment niet echt geven, vanwege onze welbekende corona. Dus hebben we wat bedacht, hebben we een livestream show bedacht. En daar hebben we nu ook Ideaal bij gevraagd. Die komen meedraaien live. En we gaan een livestream opzetten op YouTube. Kijk aan, dus mensen kunnen meekijken zelfs en meeluisteren. Dus eigenlijk is alles mogelijk. Allebei. Kijk aan. Als mensen inderdaad dat willen dus meemaken, wat kunnen ze dan van jullie verwachten? Wij gaan muziek spelen, uiteraard. Van bekende muziek. Wel vintage muziek van vroeger en een klein beetje van nu. En we gaan een beetje terug naar de 75-jarige bevrijding. Oké, dus eigenlijk is het een beetje van alles wat. Van alles wat. Kijk aan. En ik zag ook dat jullie tijdens de corona, corona gebeuren, hadden jullie ook samen een nummer gemaakt. Ja, klopt. En dat is allemaal op afstand gebeurd? Dat is allemaal op afstand gebeurd. Ja, want ik heb dat filmpje mogen zien en dan op een gegeven moment zie je allerlei beelden bij elkaar komen. Maar wie heeft zoiets gemaakt? Dan hebben jullie gezegd van nou, iedereen speelt wat, wordt bij elkaar verzameld en wordt gemonteerd. Kun je er iets over vertellen hoe we dat gedaan hebben? Ja, we moesten allemaal een eigen partij spelen. Dan heeft bijvoorbeeld iemand de drum en of iemand met op marimba. Ja. En zo heeft Gilbert het in elkaar gezet. Dus Gilbert is druk bezig geweest met videoverwerking. Ja, dat was een hele zware taak, ja. Ja, want ik geloof best dat je allemaal in de maat moet spelen. Maar hoe heb je het trouwens gekregen dat iedereen op dezelfde de maat bleef spelen? Heb je dan een bandje ingestuurd dat ze zeiden van dit moet je spelen? Ja, ik heb een mp3 gemaakt voor hen. Met alle muziek erop. En hun moesten dan meespelen met de mp3 dat ze dezelfde tempo hadden. Ja. Dus, en dan moesten ze hun eigen partij moesten ze inspelen. En dan kreeg ik het filmpje weer terug van hen. Daar heb ik het geluid onderuit vandaan gehaald. En daar heb ik ook weer het beeld van bewerkt. Oké, dus het is eigenlijk best wel bewerkelijk iets. Wat een bewerkelijk gebeuren. En hoe heb jij het ervaren? Was dat makkelijk, moeilijk? Ja, vaak wel spannend. Ja. Ja, en nu gaat het misschien ook een beetje spannend worden komende zondag, want jij bent er ook bij volgens mij. Ja. Wat voor instrument bespeel jij? Ik speel eigenlijk meerdere dingen. Ik speel een kleine trom, marimba, xylofoon, pauken, ja, noem maar op. Dus dat ga je ook allemaal doen zondag? Ja, de meeste wel. Oké, dus niet allemaal tegelijk neem ik aan, toch? Nee. Dat lukt niet. Nee, dat gaat dus een beetje lastig worden. Jullie zijn dus jeugdleden hier bij Concordia, bij de slagwerkgroep. Is er nog veel jeugd dat jullie zeggen van nou, er zijn veel jeugdleden? Of zitten jullie misschien hier met je zeggen van ik wil wel graag jongens en meisjes erbij hebben nog, als dat makkelijker is? Ja, altijd welkom. Ja? Ja. Hoe groot is de groep van jeugdleden? Stuk of vijf, nee. Hier staan er al vijf om de microfoon in te dansen. En dan hebben we er nog twee die er ook bij zijn. En dan hebben we natuurlijk ook oudere leden. Dus we zijn ongeveer met elkaar met zo'n 12 tot 15 man. Maar eigenlijk is het wel gewenst om een beetje jeugd erbij te hebben. Zeker, altijd gewenst. Ja. En hoe gaat dat in zijn werk? Ze kunnen gewoon een keer vrij blijven langskomen en dan gaat het vanzelf? Ja. We repeteren altijd de dinsdagavond. En dan kunnen ze zien hoe de slagwerk in elkaar zit. Maar op de donderdagavond is er ook een harmonieorkest. Dan kunnen ze ook bekijken hoe ze dat willen. Er zijn natuurlijk ook andere instrumenten als slagwerk natuurlijk. Ja. Ja, en als ik dan jou mag vragen, wat doe jij allemaal bij de vereniging?
Ja, ik speel ook bij de harmonie, maar dan het jeugdorkest. En ik zit dan ook bij de slagwerkgroep. Ik drum voornamelijk, maar doe ook kleine trom en andere instrumenten. Kijk aan, dus ook heel veel dingen eigenlijk. Ja. Ja, nou, dat is leuk inderdaad om te horen. Maar je bent de komende zondag niet bij? Nee, helaas niet. Oké, ja, dat is wel jammer. Dan mist Concordia wel wat, denk ik. Ja, daar hebben we wel een hele goede vervanger voor gevonden. Ja. Ieder partij is natuurlijk altijd gemis. Ja. En als we het over komende zondag gaan hebben, het is inderdaad dus vanaf 2 uur tot 4 uur. Ja, als mensen het willen zien, waar moeten ze dan kijken? Op YouTube. Als je dan op YouTube even uittypen slagwerkgroep Concordia of Drums and Voices. Allebei kun je opzoeken en allebei kom je terecht op de site van ons. Nou, ik zal ook zorgen dat bij ons op de website een linkje staat met de uitzending, waar we zeggen dat mensen kunnen kijken en luisteren. Dus ja, ze kunnen natuurlijk ook via onze radio gewoon meeluisteren. Dus ja, wij kunnen in principe genoeg aandacht gaan besteden. Jullie gaan denk ik goed je best doen. Ja, we hebben nog 2 repetities, dus we moeten nog even flink in de bak. En hoe is dat om te zeggen, gegaan in tijden van corona? Hebben jullie kunnen oefenen of alleen thuis kunnen oefenen? Ja, vooral alleen thuis. Ja. We hebben dus de filmpjes ingestuurd. Ja, daar was het ook wel een beetje. Ja. En dan voor komende zondag gaat dat goed komen? Een beetje thuis oefenen? Of? Ja. Ja? Nou, dat zullen we moeten. Ja, het is niet anders toch? Want het zal best wel lastig zijn, denk ik. Of niet? Je hebt een mooie clubgebouw en niemand mag daar komen tijdens het hele gebeuren. Dat was even vervelend, maar we hebben de laatste weken keihard geoefend. Dus we proberen er wat leuks van te maken in ieder geval. Ja. Nou, als dus inderdaad mensen geïnteresseerd zijn, ze kunnen altijd bij jullie bij de vereniging bijkomen, zo te horen. Ja, als ze meer informatie willen hebben, waar vinden ze dat ook? Facebook, website? Ze kunnen op de website van Concordia terecht. We hebben een Facebookpagina, kun je ook gewoon slagwerk op Concordia intypen. En je komt overal, alle informatie is overal te vinden natuurlijk. Ja. En als mensen meer informatie willen hebben of nog iets moeten weten van jullie, heb je nog iets dat je zegt van dat moet ik even laten weten aan de luisteraar? Of ze moeten allemaal kijken en ze luisteren? Ze moeten gewoon allemaal kijken en luisteren, dan komt het goed. Ik zag dat het mooi weer wordt, maar ja, met een livestream kun je tegenwoordig overal kijken en luisteren. Dus kunnen best de 2 uurtjes vrijmaken. Ze kunnen gewoon in de tuigen zitten en dan samen allemaal met z'n allen gaan kijken. Dus. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor je komst. Dames, hebben jullie nog wat te melden? Waar zijn de dames gebleven? Nee, de dames hebben ook niks te melden, denk ik. Nee, nou, ik zou zeggen, succes nog de komende dagen met repeteren. En dan zien we jullie graag komende zondag. Gaat goed komen.